Yo, Faco Gamers. Ik ben Nick en ik heb heel goed nieuws over de SAMP server. De whitelist is er namelijk af. En dan denk je van, oh nee, nou komen er weer allemaal hackers. Nee! Nee, nee. Want ik heb eventjes een paar dingetjes erop gefixt. Waardoor de whitelist niet meer nodig is. Omdat het hacken nu bijna onmogelijk is gemaakt. Door een paar plugins die ik heb geïnstalleerd en geconfigureerd. En het configureren vooral was erg lastig. En zoals je misschien hebt gezien op de Twitter van Lars, was de server dag gisteren of eergisteren heel eventjes open. Maar toen bleek dus dat het anti-cheat systeem ontzettend bukte. Nou is het meer op de achtergrond. Niet dat je gelijk wordt gekickt ofzo. Het is meer gewoon onmogelijk gemaakt. En daar hoor ik een heleboel ontploffen. En ja, that's it eigenlijk. De grootste verandering van jullie denk ik eigenlijk de berichten die je ziet bij de chat. Zoals je linksbovenin kan zien, Kerel Johannessen is ook van de partij. Dus dat betekent dat hij op de servers komen. Maar goed, dat is eigenlijk de grootste verbetering en verandering eigenlijk in de server. Daarnaast zijn er achter de schermen heel veel dingen veranderd. Van minder crashes en minder bugs. En zijn er heel wat commands voor admins bijgekomen. Dus pas op voor Ronald. En that's it really. IP staat vast wel in de beschrijving. En dan check ik jullie op de SAMP server. Laters!